Jawel, we zijn er weer. Dag 2 van het Parkfeest met wederom fantastische muziek, warm weer en gelukkig koud bier. En we gaan gewoon gelijk beginnen. Zeg heel veel plezier met Son Milieu. Parkfeest uit de Haag. Hebben jullie zin in vandaag? Alright. Ik weet dat het nog vroeg is, maar wij hebben zin om een klein beetje met jullie te dansen. Parkfeest, Oosterhout, kunnen wij een klein beetje dansen samen? Well, let's try that out. Let's try that out. In a one, in a two, in a one, two, three. I'll wake you tonight from a dream, black and white. Nou, wij staan tegen de rug aan te kijken. Ah, nou staan we er tegen de voorkant aan te kijken. Meneer Van Bijnen, goedemiddag. Hallo, goedemiddag jongens. Hoe is hij hier? Ja, het is hier fantastisch natuurlijk. Hè? We zijn net begonnen, het is pas het eerste optreden geweest. Maar podium 3, zoals het dan heet, want ja, de andere twee podiums, die hebben allemaal fantastische namen. Maar podium 3, daar konden ze geen naam voor verzinnen. Toen dachten we eerst nog aan de hoogsponsor van het bier. Maar ja, dan krijg je een butpodium en dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Ja, nee, dat doe dat maar niet, nee. Nee, zeker niet. Nee. Maar er gaan nog veel leuke dingen gebeuren. En het weer, eindelijk zit het een keertje mee. Als je dat vergelijkt met vorige weken, dan mogen we de heer op zijn knieën bedanken. Ja, het is fantastisch zomerweer. Het is werkelijk prachtig. We hebben net naar de eerste act gekeken. At First. Dat was lekker wakker worden. Dat was behoorlijk heftig. Wat komt er allemaal nog meer vandaag? Oh jongen, toch eens kijken. Ik kan mijn programma boeken. Wat ik kan vertellen, dat is natuurlijk alleen over podium 3. Ik heb net een duo, Lin en Jur. Merel van de Keer uit Raamsdonksveer. En dat is een prachtig mooie zangeres. Ja, Raamsdonksveer, je weet het wel, het Volendam van Brabant. Ik woon er, ja. Daarom. En daarna om 8 uur de slot, echt om het zo te zeggen, de winnaar van de nieuwe strot. Ja, jongens, dat is natuurlijk iets fantastisch, want dat is een organisatie hier van Oosterhout uit Zelve. Ja, Nienke Hillemans. Ja, Nienke die gaat het helemaal maken hier. En dan konden we ook meteen aan dat de nieuwe aanvang van de nieuwe strot ook weer gaat beginnen. Want we gaan een nieuw seizoen krijgen natuurlijk en op naar een nieuwe winnaar. Nou, ik hoop dat ik het word. Nee hoor, maar ik ga wel proberen mee te doen. Ja, dat kan ik nou toch niet doen. Dat is de camera op. Nee, dat knippen. Nee, dat komt goed. Maar wie weet zien we elkaar dan volgend jaar. En dan sta ik hier op het podium en dan mag jij nog steeds presenteren. Als dat zo is, dan ga ik jou interviewen. Deal. Doen we. Helemaal goed. Hey, veel plezier, hè? Dankjewel. They are my brothers and sisters, they are still living on that rock. They look like martyrs and sinners, when I watch them from above. This cruel place, such a sick freak show. Can someone send an angel to me now? They told me hell was a cruel place, while heaven is a cruel place. Now it's time for an action made to change. One is time.
Nou, we staan hier naast een aantal bandleden van At First. Jullie hebben het spits af mogen bijten op podium 3 op de zaterdag van het Parkfeest 2022. Ik begin even bij de frontvrouw, Jamie heb ik begrepen. Hoe ging het vandaag? Ja, ik vond het heel erg leuk en de rest van de band ook volgens mij. Het was een goede reactie gehad, dus dat is heel fijn. We moesten wel openen natuurlijk. Dus dan is dat nog wat rustiger. Maar wij vonden het in ieder geval een hele eer om een keer per Parkfeest Oosterhout te mogen openen. Ja, het was een flinke bak met teringherrie, met alle respect, want ik vond het geweldig. Race Against the Machine invloed heb ik gehoord. Ja. Ik had zelfs wat Walls of Jericho had ik hier en daar natuurlijk een behoorlijke strot. Hoe was het eigenlijk voor jullie om 's middags op te treden? Ik neem aan dat je normaal gesproken wat later optreedt op de dag. Ja, normaal gesproken staan we, het scheelt een beetje, soms staan we begin van de avond of echt laat in de nacht in een kroegje of zo inderdaad. Dus vanmiddag dacht ik wel refreshing, want nu kunnen we ook natuurlijk van de rest van het festival genieten en andere bands nog bekijken. Dus ja. Oké, nou helemaal goed. Ik hoorde iets over een nieuwe single die op 7 juni uitkomt. Vertel. Yes, ja. Op 7 juli komt er een nieuwe single uit. Die hebben we ook ten gehoor gebracht hier bij Parkfeest Oosterhout. Het nummer heet Never Enough. Het is een gent metal track met veel elektronische invloeden. En het is een nummer over partnergeweld. Heftig. Ja. Ja, we vinden het wel leuk om over, leuk, we vinden het belangrijk om over heftige onderwerpen te schrijven. Serieus onderwerpen, ja. Oké, prima. Mensen die jullie vandaag gezien hebben en jullie nog niet kenden, waar kunnen die terecht op de social media's kanalen? Ja, onze band heet At First, als in als eerste. En als je daar achter band zet, dan kom je ons wel tegen. Oeh. Yeah. Ah, yeah. Sexy als ik dans. Yeah. Ah, weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Nee. Hoe bevalt het vandaag op het Parkfeest? Hard. Net wouden we hier naar luisteren, hoorden we daar heel veel geluid van. Oh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En ben je nog speciaal voor een bepaalde band gekomen of artiest? Nee, dat niet, maar mijn vader wou wel graag voor Maan komen. dan gaan we even naar papa. Hè? U, dat weet zijn moeder ook. Wat zei je? Dat weet zijn moeder ook. Ja, dat weet ze ook. Dat was een grap. U had zin in Maan vandaag? Ja, blijkbaar volgens mijn zoon wel, ja. Ooit een keer indirect een high five gekregen op het Parkfeest. Dat was volgens mij 3 jaar terug. En toen, toen is het begonnen. Goedemiddag, hallo. Hoe is het hier met de bonnenverkoop? Ja, dat is wel heel gezellig hoor. Al die mensen hebben goede zin. Dus daar worden we vrolijk van, hè? Ja, u heeft het druk de hele dag? Wij hebben het druk heel de dag, ja. Weer speelt ook mee, dat is ook lekker. Ook dat is heel fijn, ja. En zit u door het park, is ook leuk. He, al die feestende mensen en die mooie muziek, ja. En u zit er de hele dag? Nee, iedere keer een shift van 2 uur. Hoe bevalt het vandaag? Ja, goed. Op dit moment zijn we een beetje moe. Maar het is leuk. Is het al de tweede dag of de eerste dag parkfeest? De eerste dag. En waar ben je speciaal voor gekomen? Chris Gros. Ja, vond je het een leuk optreden? Ja, het was echt heel erg leuk. Ja. En het weer is top, dus wij maken ons prima. Honger? Uiteraard. Ik moet wel even wachten, maar ik neem aan dat dat niet zo'n probleem is. Dat is geen probleem, we hebben de tijd. Dus we amuseren ons goed. Dus het is de eerste editie dat ik erbij ben. Dus, En wat was het hoogtepunt tot nu toe? Nou, ik vond Chris Gros Amsterdam en Nielsen allebei superleuk. Ja. Goedenavond, jong en lui. Hoe is het hier? Hoe druk is het hier vandaag? Het was in het begin een beetje rustig, maar het is nu lekker druk aan het worden. Dus het komt helemaal goed. Wordt vooral veel bier geschonken of in dit gedeelte van het park meer frisdrank? Nee, heel veel bier en een beetje frisdrank. Maar heel veel bier ook, ja. Ik zeg Robin, proost. En we gaan er een mooie avond van maken. I've got a multitude of sadness.
acidic smiles and feminine wine. Yeah, I'm putting it on the nose. And when you walk on by, you need a glossy outstand. And even the comatose, they ya move that toe. Oh, 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 oh. We staan hier naast The Lost Chords, de eerste echte Oosterhoutse act die op het Parkfeest staat dit weekend. Op zaterdag, op het tweede podium, natuurlijk gewoon in het park. Hoe is dat bevallen? Ontzettend goed. Wij komen natuurlijk zelf als Oosterhouters al vanaf dat we jongetjes waren hier op het Parkfeest. Dus om de boel nu vanaf de andere kant te zien, was echt geweldig. Dat park dat ziet er vanaf dat podium, dat is onbeschrijfelijk hoe dat eruit ziet. Heel erg leuk. En de mensen backstage en zo, iedereen is fijn en behulpzaam en ja, echt heel erg leuk. En er is nog iets speciaals in jullie band, want jullie hebben geloof ik twee drummers? Wij hebben twee drummers, dit is er één van. Ja, en dat is er zo ontstaan dat de zanger en ik, zei ik al, die zijn al echt heel lang samen bezig. En op een duur hadden we geen drummer meer, we hadden nog steeds geen bassist. Die hadden we ooit een keer gehad en die ging wat anders doen. En onze andere drummer die ging aan de andere kant van Nederland wonen. En toen vonden we Frank, die we al heel goed kenden, want hij is de neef van de zanger. En die hebben we heel erg lang gezegd, ga ook om bij ons drummen. En dat ging hij doen en dat was gelijk fantastisch. Maar tegelijk hadden we nog een andere vriend van ons, Maurice. Waar Koen en ik vaak, want we hadden toen al een eigen oefenruimte. Hebben we nu ook nog eens heel fijn, waar altijd alles klaar staat. En in die oefenruimte daar gingen we vaak op dagen dat we niet met de band oefenden. Gingen we met die andere vriend van ons wat spelen en doen. Nou, dat waren eerst covers en zomaar grappige dingen. Maar en is dit een van jullie grotere optredens tot nu toe geweest? Ja, dit is wel een van de grootste optredens die we tot nu toe hebben gehad. Het blijft gewoon moeilijk, zeker als band met eigen materiaal, om ertussen te komen, om een plekje te krijgen. Hè. Heel veel plekken spelen het toch liever op safe en hè, met een coverband, dan weten ze, er komen er altijd mensen om te drinken. Dus je moet je er echt tussen werken. En ja, het zou me ook misstaan om niet even Casper van Achelen te benoemen. Ja. Die na onze eerste optredens in de Schelp op een gegeven moment ons daar zag en... Ja, toch als een van de eerste op zo'n positie iets had van, ja, deze jongens, daar moeten we iets mee. Die moeten we een podium geven. Dus ja, dat is wel heel fijn. Zo iemand heb je nodig. Maar wat we eigenlijk nodig hebben is een manager. Dus als iemand nog werk zoekt als manager, dan houden we ons van harte aanbevolen. Ja. Twee handjes hoog! Oh shit! Clap, 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 clap! Y'all ready for the beat drop, set? Y'all ready for the beat drop? Y'all ready for the beat drop, set? Y'all ready for the beat drop? Lekker graag publiek aan de straat, come on. We losing it. Y'all ready for this? Slow it down, slow it down, slow it down.
know it drop. Oh, Johnny, cha, cha, cha. We be singing, come on. Oh, shit. Oh, so hard, come on. Bust a bitch it up, bust a bitch it up, come on. Bust a bitch it, Michael's man, oh, so hard, come on. Maar moeten jullie dan niet daar helemaal in het midden voor het podium staan? Ja, maar we vinden het gewoon leuk om hier te staan bij de visdingen. Je moet ook een hapje eten af en toe natuurlijk. Ja, precies. We komen naar jou toe! Hallo! Zeg hem maar even gedag! Gezellig! Wie zijn jullie en wat komen jullie doen? Parkfeest! Parkfeest, kijk ze! Ik niet zeggen tegen de mensen thuis. Goed zo, mama! Goed zo, mama! Joehoe! Hoi, mama! Goed zo, Julia! Zijn er nog meer artiesten waar je heel veel zin in hebt dit weekend? Ja, ik vind het heel leuk om dadelijk Maan te zien. Ja, om in het echt te beleven, weet je wel. Want die zie je dan soms op tv. En dan is dat heel leuk om in het echt te zien. Hoe vind jij het op het Parkfeest? Ik vind het wel leuk. Ik heb het ja? Op mijn zin. Leuke mensen. Hoe is de artiesten? Wat zeg je? Hoe zijn de artiesten? Goed. Ik vind het niveau erg hoog. Meneer, meneer. Werd u nou net door drie dames gekust? Ja. Tegelijkertijd? Ja, ik werd een beetje onrustig van. Ja. Dat wordt een feestje vanavond, hè? Het is een feestje vanavond. Ja. Dat, buiten de muziek, drie vrouwen. Ja, dat is natuurlijk, ja, wat wil je nog meer? Ja, in de camera kijken. Jongens, het was hartstikke gezellig. Oosterhout, helemaal leuk. Het Parkfeest. Ik zou zeggen, volgend jaar, als je er nu niet bij bent, kom hierheen. We hebben net Lois Lane gehad. Zometeen komt Direct. Je weet niet wat je mist. Hierheen komen. Thank you.
was jij een verademing op het Parkfeest vandaag. Wat leuk, dankjewel. Ja. Het was echt leuk. Jouw muziek kan omschreven worden als een alternatieve... Nou, zeg het zelf maar. Ja, alternatieve electropop, wou jij zeggen, hè? Ja. Met een sausje rock'n'roll, las ik. Ja, dat was er wel vandaag. Ja, die rock'n'roll. Ja. Leuk. Ik zag op jou... je hebt een debuutalbum, hè, geloof ik. Link. En daar zag ik dat jij Nike Air Max aan had. Dus ik wil graag eventjes met jou een sneakercheck doen. Oeh, ik denk dat ik sla. Oh, ja. Ja, dat doen we het voor. Nou, dat is trendy genoeg. Wat zit er allemaal voor jou nog in het vat? Nu heel veel lekkere festivalshows. En ik ga vanavond nog even lekker S10 checken. Morgen sta ik in Heino. En ja, ik ga heel veel spelen eerst. Heel veel genieten deze zomer. Nou, we staan hier bij de mannen van Direct. Dat is tevens de afsluiter van de zaterdagavond. Jullie zijn hier niet voor de eerste keer op het Parkfeest. Nee, we zijn vaste gast lijkt het wel. Na 2 jaar coronatijd, volgens mij was het al voor corona geboekt. En alles is verschoven en ik denk dat het de 4e of 5e keer is dat we erbij zijn. En dat is een van de festivals die we echt wel goed herinneren. Hoe de backstage is, hoe de mensen zijn en ook dat leuke huisje zo aan de rechterkant. Het is anders, zeg maar. Lekker bosrijke omgeving. Lekker aan de Hooikoort, top. Ja, het is een aparte locatie. Wat vind jij van de locatie? Ja, wat hij zegt, prachtig, weet je wel. Dit centje, waar gaan wij in Oosterhout? Oh ja, te gek. Gezellige backstage, lekker eten hier. Ja, toch? Weet je wel, lekker eten, krijg je een goede gig. Boom, hop, pat. Hadden jullie voordat je naar het Parkfeest kwam al een band met Oosterhout? Iemand van jullie? Ik persoonlijk niet. Ik kom hier, ik ken het van het spelen, maar ik kom hier wel vanaf mijn 17e volgens mij. Dus dat is 2 jaar geleden. Dus, Jullie hebben een nieuwe single. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan Spike heel goed. Ja, onze laatste plaat heet Through the Looking Glass. En hij kwam nog voorbij toen we hier naartoe reden in het busje. Dus hij wordt goed gedraaid. Het is tof, het is een upper. Het is een track die we in het staartje lockdown eigenlijk hebben geschreven en opgenomen. En we wilden ook wel, zoals het dan nu in de volksmond knaldrang heet, wilden we vertolken in een lied. En we hadden echt wel zoiets. Ja, het ligt al een tijdje op de plank en het kwam zo samen met elkaar afgemaakt. En ja, het is heerlijk om hem nu te spelen en om ook te merken dat de mensen hem kennen. De laatste vraag, jullie bestaan nou zo'n ruim 20 jaar. De eerste single was volgens mij in 2000. Ja. Wat zijn jullie toekomstplannen nog? Heb je nog dromen? Nou ja, sowieso is het weer een droom die weer uitkomt om weer überhaupt te kunnen spelen. Dus we hebben het druk zat deze zomer. Aan het einde van het jaar doen we weer een eigen hostshow. En tussen alle gigs door blijven we ook niet stilzitten. In de zomer gaan we ook weer met onze producer de studio in. En kijken wat er weer uitkomt in het creatieve proces. Dus, en dan weer kijken naar 25 jaar direct. Want jij zegt inderdaad meer dan 20 jaar. We zijn nu, dit is ons 23e jaar. Dus still going strong. Netjes, mooi. Op naar de volgende bijna 25 jaar. Ja. Jongens, ontzettend veel plezier vanavond en maak er een mooie show van. We'll be right back.
Nou, lieve kijkers, dat was het alweer voor vandaag. Maar er is nog meer, want morgen zijn we er weer met het verslag van de zondag. Dus tot de volgende keer. Get ready!